guys! Ik zal me even voorstellen. Ik ben MyKate. Je kunt mij vinden op mykate.com. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een egale huid kan creëren met een natuurlijke glow. Zonder dat het eruit ziet alsof je helemaal volgestopt bent met make-up. En daarvoor ga ik gebruik maken van de producten van Pavest. Dat is minerale make-up. Wat er dus ook voor zorgt dat de huid lekker blijft ademen. Zodat je dus een gezonde huid blijft behouden en de huid niet verstopt gaat raken. Waardoor je dus allerlei pukkeltjes en puistjes krijgt. En dat willen we absoluut niet. Zeker niet in de zomer. En we willen in de zomer ook zeker geen dikke laag make-up op ons gezicht hebben. In de winter misschien ook niet. Maar zeker met het warme weer heb je geen behoefte aan een laag die van je gezicht afsmelt. Ik ga jullie nu stap voor stap laten zien hoe ik deze look heb gemaakt. En ik hoop dat jullie dit heel erg leuk vinden. We gaan beginnen met het egaal maken van de huid. Ik begin eigenlijk met het concealen van de oneffenheden. Dus het verminderen van de oneffenheden voordat ik een foundation aan ga brengen. En dat ga ik doen met in de eerste plaats de groene concealer. Dat is de Mint Corrector van Pavest. En ik zal even laten zien hoe die eruit ziet. Die heeft een lichte groene kleur. Wat je doet is eigenlijk het potje eventjes schudden. Vervolgens draai je het dopje van het potje eraf. En dan ga je met een kwastje, plat kwastje ook van het merk Pavest gebruiken, om mijn rode plekjes te concealen. En ik ga met het kwastje in het dekseltje, blaas het er een beetje af. En vervolgens ga ik de rode plekjes concealen met de groene corrector. We gaan nu verder met de corrector violet. Dat is een paarsige kleur en die ga ik ook eventjes aan jullie laten zien. In zo'n paarsroze kleur. En deze kleur zorgt er eigenlijk voor dat de doffe huid weer wat frisser wordt. En die ga ik dus vooral gebruiken hier onder mijn oog. En dit geeft eigenlijk meteen, zoals je al ziet, een wat frissere uitstraling. Alsof je eigenlijk gewoon goed geslapen hebt. Ik heb altijd last van doffe huid onder mijn ogen. En tot slot gaan we nog één dingetje concealen. En dat is alweer onder de ogen. Maar ook de highlights op het gezicht. En dat ga ik doen met de Brighten Up Corrector. En die heeft een gele kleur. Deze kleur kun je eigenlijk vergelijken met een soort banana powder. En die gaan we dus gebruiken om het gezicht wat meer diepte te geven. Ik ga hem ten eerste onder mijn ogen gebruiken. Omdat dat de plek is eigenlijk om het gezicht wat meer op te lichten. En ik ga hem op mijn T-zone licht aanbrengen. En ik heb de minerale foundation van Pavest in de kleur Warm Sand. Die heeft een wat gelige ondertoon, omdat mijn huid ook een wat gelige ondertoon heeft. Ondanks de rodere vlekjes in de huid. Maar de foundation is dus, zoals je ziet, ook in poedervorm. En dat breng je eigenlijk hetzelfde aan zoals je deed met de corrector. Alleen we gaan hiervoor dus een andere kwast gebruiken. Ik gebruik hiervoor een buffing kwast. Dat heeft een platte onderkant, zodat je goed op het gezicht kan buffen. Dus we gaan niet wrijven met de kwast, maar we gaan echt deppen. En dan kunnen we later, als we nog wat vlekjes zien, kunnen we dat nog met een lossere kwast wat mooier blenden. Pak het dekseltje weer van de foundation en daar ga ik met de kwast in. Ik hou wel van een lekkere laag foundation, dus en zoals je nu kunt zien is mijn huid een stuk mooier egaal. Heb ik de rode plekjes verborgen door middel van de corrector. En ben ik met het foundation daar overheen gegaan om de huid één geheel te maken. Maar nu zie je dat het nog een beetje plat is. Dus het is nog niet echt dat je zegt van gooi je straalt. En ik wil natuurlijk een natuurlijke glow gaan maken. En dat gaan we dus doen met een blush en een translucent powder. De Natural Glow van Pavest. Daar begin ik mee. Dit is dus eigenlijk ook een gele poeder. En die zorgt meer voor een natuurlijke glow op de huid. En daarvoor gebruik ik een poederkwast. Echt een lekkere gezichtskwast. Dus lekker groot. En daarmee ga ik ook weer
in het dekseltje. En breng ik de poeder zachtjes aan, niet te veel, over mijn hele gezicht. En tot slot, als je nog echt de look af wilt maken, want ik vind het nu ook nog een beetje plat en een beetje wit, dan kun je natuurlijk de blush gaan gebruiken. En de blush heb ik in de kleur Golden Bronze. Die is perfect voor de zomer. Die heeft een donker perzikachtige kleur. Het is echt een bronzing blush. Met een hele lichte shimmer. Ik vind hem echt, echt heel mooi. En die ga ik aanbrengen met een blushkwast, uiteraard. Die breng ik aan bovenop mijn jukbeen. En die trek ik een klein beetje door naar mijn slaap. En zo zie je dat ik een hele mooie glow creëer. En tegelijkertijd ook wat warmte aanbrengen in mijn gezicht. En je ziet hier het verschil tussen die kant en die kant al. En zoals je ziet heb ik op deze manier dus een hele natuurlijke, egale look gemaakt. Ik gebruikte alleen maar poeders om de huid deze glow te geven. En ik moet zeggen dat het er ook echt heel erg natuurlijk uitziet. Als ik in de spiegel kijk is het niet een laag wat er op mijn gezicht zit, zoals je dat wel hebt met een vloeibare foundation. Daarnaast voelt het ook niet vet aan, wat ook heel erg fijn is. Dus zeker met warm weer is dit een perfecte manier om toch een beetje goed voor de dag te komen. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Maar ik hoop dat jullie deze tutorial ook heel erg interessant en leuk hebben gevonden. En ik hoor graag wat jullie ervan vinden.